Hallo, wij zijn hier met Malou en zij was vorig jaar filmdocent van het jaar. En wat is filmen eigenlijk? Film hier op school bedoel je? Het vak film hier op school. Ja, dat is super bijzonder dat we dat hier op school hebben. Het houdt eigenlijk in dat je van alles over film leert. Hoe maak je een film, maar ook filmgeschiedenis, ook filmtheorie. Dus hoe werkt bijvoorbeeld montage in film. Dus eigenlijk heel veel verschillende aspecten van film en ook verschillende soorten film. Dus speelfilm, maar ook documentaires, videoclips, eigenlijk van alles. Dus bijna alles wat met film te maken heeft, dat komt in de lessen aan bod. Maar wat doe je eigenlijk precies in de les bij film? Film je dan of bewerk je films of doe je dat allemaal? Ja, hele goede vraag. We doen dat eigenlijk allebei. Dus het filmen en het monteren ook. Maar ook soms films of stukjes van films kijken. En wat leren over filmanalyse, maar ook over filmgeschiedenis. Dus heel veel verschillende aspecten van film komen daar aan bod. Ja. Voor wat denk je dat je later film kan gebruiken? Natuurlijk als je filmmaker zou willen worden, dan is het vak film natuurlijk super fijn. Maar ook als je dat helemaal niet wilt, is het denk ik nu gewoon super belangrijk dat je leert over... We kijken zoveel films allemaal, als je bedenkt wat je op je telefoon ziet en wat je op internet ziet. Dus het denk ik super belangrijk dat je leert op school hoe je daarmee om moet gaan. En dat je weet wat je ziet en dat je ook kunt bedenken, oh, wat is echt en wat is niet echt. En word ik misschien gemanipuleerd, dus wil een maker me ergens mee naartoe nemen, wat ik eigenlijk misschien zelf helemaal niet wil, of mijn bepaalde mening opdringen. Dus dat is denk ik heel belangrijk dat je dat op school leert. En daarnaast is het een creatief vak, dus je maakt ook veel. Dus film is ook een manier om jouw verhaal te vertellen en aan iedereen in de wereld te laten zien, kijk, dit is wat ik vind of dit is wat ik belangrijk vind of dit is hoe ik hierin sta. Dus ik denk dat het een superbelangrijk vak is. En we kunnen allemaal filmen nu, toch? Want iedereen heeft een camera op zijn telefoon of in ieder geval beschikking tot een camera. Dus fijn, denk ik, dat je leert hoe je daarmee aan de slag kunt. Is er ook een filmclub? Ja, er zijn verschillende filmclubjes. De Film Extra Club die is nu heel erg op eigen benen bezig met een filmproject. En we hebben een filmclub die nu natuurlijk door corona een beetje op zijn gat ligt. Maar dat is natuurlijk omdat we niet met z'n allen films kunnen kijken en het gewoon heel veel organisatie vergt. En dus nu even niet, maar ik hoop volgend schooljaar wel weer. En dat is een clubje enthousiaste leerlingen die dan mooie films uitkiezen om te bekijken op school met elkaar. Dus dat is ook echt heel tof. Dus er zijn ook filmclubjes. Wat vind jij van het vierde zelf? Wat vind ik van het vierde? Ik vind het een hele fijne school. Het is denk ik dat... kunnen jullie natuurlijk beter beantwoorden, maar een hele fijne plek voor leerlingen. Ik heb het idee dat je hier heel erg kunt zijn wie je bent als leerling en je heel erg kunt ontwikkelen. Dus dat we leerlingen heel veel uitdaging bieden. Ik geef film hier op school omdat het vierde gymnasium natuurlijk een filmschool is, wat super tof is. En zeker als je dan filmdocent bent, dan is dat een soort van het walhalla. Dus je kunt zijn wie je bent en je kunt je heel erg ontwikkelen. Dus heel veel mogelijk. We doen hele toffe projecten. We gaan bijvoorbeeld met school ook naar het ITVA. Nu natuurlijk afgelopen keer was dat op school, maar we doen allemaal super toffe dingen en ook toffe dingen met film. Dus daarom ben ik filmdocent hier. Heeft u nog vragen voor ons? Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, want ik zeg nu wel heel leuk wat ik van de school vind en van het vak film. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat voor jullie is. Wat vinden jullie van het vak film hier op school? Ik vind het wel een leuk vak, want dan kan je gewoon een soort eigen film maken. En dat is gewoon super vet. En hoe is dat voor jou? Ik heb ook wel een beetje hetzelfde als Luc, want stel je voor dat ik een hele dag vol met allemaal die stomme vakken. En dan kom je even en dan is het allemaal saai en dan denk je, jee, film, dan kan je al je creativiteit erin kwijt, ja.